Nou, Boma Uitgevers geeft boeken uit voor managers en medewerkers in organisaties om hun werk nog beter, effectiever, leuker te doen. En daarbij is het heel belangrijk dat je inzicht hebt in het politieke krachtenveld in organisaties en in maatschappelijke omgeving. En Rogier Havelaar heeft echt een heel goed boek geschreven, waarbij hij op basis van zijn ervaring in het bedrijfsleven en in de politiek de lezers van het boek inzichten geeft waarmee ze echt weten hoe dat politieke krachtenveld in organisaties werkt. En met zijn tips zorgt hij ervoor dat je juist gaat samenwerken, dat je tot constructief samenspel komt. En dat is heel belangrijk. Dus dit boek moest er gewoon komen. En in die nieuwe bestuurscultuur moet je dus de oplossing niet buiten jezelf leggen en alleen maar kijken van wat doen anderen eraan om tot oplossingen te komen. Maar je moet juist zelf het initiatief nemen om tot samenwerking te komen. En vanuit een gezamenlijk belang, vanuit gezamenlijke ambitie tot een oplossing te komen. Nou, juist wat Rogier zegt, stel die ene vraag. Ontdek wat zeg maar het belang is wat je deelt. Want je deelt, als je tegenover elkaar staat, uiteindelijk deel je een gezamenlijk belang. En als je dat goed formuleert, van wat willen we nou eigenlijk samen, dan kom je echt tot oplossingen. En als je tegenstellingen zoekt, wat ook heel vaak gebeurt, ja, dan krijg je polarisatie en dat leidt tot, nou ja, je ziet wat er allemaal gebeurt dan.